Ja, hier stond put. Ja. Ja. Want ik wil even kijken naar achteren. Maar het was zuur. Maar hier kwamen die Britse Indische soldaten in. Een hele rij hier. Maar, in 1943, zomer 1943, mooi weer, prachtige zomer. En ja, daar kwamen deze jongens binnen. En die. Ging dat met ja, zeg maar wapengekletter? Helemaal niet. Nee, ze zaten dorstig op paardenwagens. Die Duitsers die kwamen met paardenwagens. En wij waren verbaasd toen we uit de school kwamen met een groepje dat ze zulke heel andere uniformen aan hadden. En ook niet. Ordentelijk gekleed waren, want ze hadden dus allerlei soorten petten op en tulbanden waren ertussen. Ja. En we waren natuurlijk heel nieuwsgierig en er was Engels praten. Kriep Singh, ja, die heeft een baard en een tulband en hij had dus een armband om. Dat hadden al die Sikhs. Dat scheen bij hun geloof te behoren en en er schijnen nog een paar dingen te zijn die ze moesten hebben. Ik weet dat ook niet zo precies. En het uniform is lichtkleurig. Ja. Dat was echt zo'n kaki uniform. Het was ook van katoen. Het was geen legerstof. Zoals die Duitsers, die hadden natuurlijk ja, een bepaald soort wollen uniform. En zij hadden dus katoen. Er zaten dus wel Duitse kenmerken op, zoals die balken op die kraag en een adelaar. Maar op hun mouw hadden ze dus een embleem en dat was, ik meen, in groen en oranje en er zat een springende tijger op. Azad Hind, een vrij India. De droom van miljoenen Indiërs die zich na 4 eeuwen van koloniale onderdrukking los willen maken van de Engelse overheersing in hun India. Maar hoe? Via geweldloze wijze, zoals Mahatma Gandhi dat voorstond, of juist met geweld. Subhas Chandra Bose is de radicale oud-president van de deelstaat Bengalen. Geweld is voor hem een geëigend middel in de strijd naar onafhankelijkheid. In 1941 vlucht Bose van India naar Duitsland. In Berlijn weet hij het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken en Adolf Hitler zover te krijgen dat hij het Legion Freies Indien mag oprichten. Onder Duitse vlag moet dit leger vechten tegen hun gemeenschappelijke vijand, de Engelsen. Zonder soldaten stelt het legioen niets voor, maar dat verandert als de Duitse generaal Erwin Rommel, bijgenaamd de Woestijnvos, in april 1941 de Engelsen in de Libische woestijn verslaat en tienduizenden Engelse soldaten krijgsgevangen maakt. Onder hen bevinden zich ook 15.000 Indiaanse soldaten. Gevangene Inder. Ook hier moesten weer naar de bewährte muster Britse hulpvolken den Rückzug der Engländer dekken. We were captured by the Germans in Libya, North Africa. Because they were superior in the arms. They had tanks, aircraft, whereas we had nothing, only rifles. So they encircled us and moved forward. Then they captured us, the whole brigade. Met zoveel gevangen genomen Indiaanse soldaat ziet Bose, de Netaji, de leider, zijn kans schoon om van zijn papieren tijger daadwerkelijk een vechtende eenheid te maken. Persoonlijk gaat hij de krijgsgevangen kampen langs om soldaten te ronselen voor zijn droom, een vrij India. Then one day Netaji addressed us in a big hall for 3 hours and told us the background of the Indian freedom struggle, that we have been slave for 300 years and now we have come here only what we call mercenary for 50 or 60 rupees a month. We are not fighting for our own country, whereas the British, they are trying to keep their freedom and their sovereignty. So what are we doing here? We want to fight, we want to join and raise our own freedom army. So that actually made us to think that we should do something for our country, for our freedom, and this is the chance. De campagne van Bose is zeer succesvol. 3000 Indiaanse soldaten lopen over naar het Duitse leger om actief te vechten voor een vrij India. Om dit te onderstrepen zweren de troepen trouw aan Adolf Hitler en aan Bose. Subhas Chandra Bose, der Vorkämpfer der indischen Freiheitsbewegung,
schreitet mit deutschen Offizieren die Front der indischen Legion ab, die schon vor längerer Zeit im Rahmen der deutschen Wehrmacht ins Leben gerufen wurde. Fahne und Ärmelschild der indischen Soldaten zeigen den springenden Tiger und die Farben gelb, weiß, grün. Der Schwur der Legionäre zum Kampf gegen England. Die aus Mohammedanern, Hindus und Sikhs zusammengesetzte Legion ist heute Seite an Seite mit den deutschen Soldaten gegen den gemeinsamen Feind eingesetzt. In Duitsland krijgen de soldaten opnieuw een militaire training. Rudolf Hartog was een van de tolken van het legioen. We had a training camp at near Dresden. It was called Königsburg. And there the initial training was started for an infantry battalion with heavy weapons, as we call it, tank breaking weapons, mortars, etc. And that training was quite successful. In 1 year, the legion grew from 100 to 2,000, and then even more. So you see, it was quite a program. Training was very hard, very new to us, because we were not accustomed to the weather and the climate. 20 degrees below zero, 25 degrees below zero, in knee-deep snow, going out in the field and working and training. It was very, very difficult. Now, of course, the training was difficult because it had to be not in German, but in Hindustani. As I explained, the German staff had to work in Hindustani for the commands. How did that work? We had to learn it. Baraba kadam se chalo is im gleichschritt marsch. Or bei muro links um, deine muro rechts rum, rechts. And hoshia, attention, Achtung. Can you imagine a German sergeant major in front of a company and then, you know, stand at attention? Chaukas Hojao. Of course, it came out as Chaukas Hop. Were you happy in the German army? Yes, I must say that we learned a lot, and we were made real soldiers, that we could come over any eventuality, any casualty, and we could face anything in the life. Na een jaar van intensieve training worden de soldaten in mei 1943 naar Nederland gestuurd. Om hier de kust tegen een eventuele geallieerde invasie te bewaken. Omdat de Duitsers niet geheel overtuigd zijn van de Duitsgezindheid van de Indiase troepen, worden ze op geïsoleerde plekken aan de Noordzeekust gestationeerd. 1500 man gaan naar Zandvoort, de rest vertrekt naar Texel. De oorlog is ver weg, het werk rustig en de soldaten hebben alle tijd om contacten te leggen met de lokale bevolking. Vooral de jeugd voelt zich aangetrokken tot de voornamelijk jonge, Engels sprekende soldaten. Weet u nog dat die Britse Indische soldaten naar Texel toe kwamen? Ach, als de dag van gisteren natuurlijk, ja. Rek, ik was 13 jaar en zat hier op school. En we gingen iedere keer even gauw tussen de middag 12 uur op school het hardlopen naar de avond. Er was altijd wat bijzonders. En toen was zo een ene zo, ik geloof dat het een landingsboot was. Allemaal van die donkere kerels. Nou, jongen, tulband om, hele donkere ogen. En ja, we kennen heel veel mensen natuurlijk, hadden we nog nooit gezien. Wel eens een Zwarte Piet met Sinterklaas, maar dit was andere koek natuurlijk. Ik liep ook in no time met een tulband om. Dat weet ik niet meer. Ja? Jij was jaren 13. Nee, ik was geen 13, ik was 11. 11, ik kan 12, dat ja. Allemaal indenken. Ik kan heel en je had zo'n details. Ziekenvolksbrilletje. Ja, Gandhi was het. En Gandhi was natuurlijk heel belangrijk. Ik had een tekening gemaakt van Gandhi en zij noemde hem Mahatma. Ja, Mahatma Gandhi. Ja. En hij werd dus wel erg een soort mascotte meegedragen, want je mocht ook bij hun in over de prikkeldraad bij hun in huis eten. Ja, maar ik had ook een permit getikt op de schrijfmachine met een hakenkruis stempeltje. Uit de papiermand achter het huis gehaald, want er zat toch een soort schrijfstoel. Ja. En daar ging ik mee naar de versperring en dan was het oké, you can go, en dan mocht ik naar het strand. Er kwam een Sikh, dat was Garib Singh, en die kwam bij mijn vader in de werkplaats. En ja, zo van het een kwam het ander. En hij kwam dus wel meer bij ons thuis. En op een gegeven ogenblik, toen vroeg hij aan mijn vader of ik met zijn broer mocht trouwen. Ik werd op mijn 14e ten huwelijk gevraagd door zo'n knaap.
En nou, mijn vader die voelde daar natuurlijk niks voor. Trouwens, ik ook niet, want ik was pas 14. Ik zie me toch al. En toen heeft hij dat dus netjes afgewimpeld. Heeft u toevallig een foto van uw... Van mijn huwelijkskandidaat? Ja. Ja, die heb ik wel. Zal even kijken. Waar zit hij? Hier, deze jongen was het. Ziet er toch ook niet slecht uit? Nee, het ziet er niet slecht uit. Maar ja, god, als je 14 jaar bent, zeg, maak hem even. Wij kregen dus eigenlijk in feite bijna ieder weekend kregen we die lui bij ons thuis in huis. En dan namen hun uit vriendelijkheid namen zij wat spullen mee uit die pakketten vandaan. En voor mijn zus, daar kwamen ze met chocola, plakjes chocola. Vader en ik, wij kregen dan echte Three Castles sigaretten. Dus wij liepen dus in de oorlog, liepen wij heerlijk van die Engelse sigaretten te dampen. En voor mijn moeder hadden ze vaak wat vruchten op sap mee van die blikjes. En dan ruilden we dan en dan kregen die jongens, die kregen van ons wat eieren mee. En we hadden wat vis voor ze. En die waren daar weer verschrikkelijk blij mee. Dus we hebben een heel leuk en een heel vriendelijk contact met die lui gehad. Deed u dat ook met Duitse soldaten? Nou, bouw maar op. Nee, zeer beslist niet. Nee. Hoewel nu in Duitse krijgsdienst krijgen de Indiase soldaten Engelse Rode Kruispakketten. Omdat ze voor hun krijgsgevangenschap ooit in dat leger vochten. In de pakketten zat onder andere rijst, chocolade, thee, sigaretten, verband en scheerspullen. Een deel van hun aantrekkelijkheid ontlenen ze aan het feit dat ze deze spullen gul met de bevolking delen. Die Rode Kruispakketten waren, dan kwamen ze weer. Oh, maybe use your kitchen. Ja, ja. Because you have big pans. Ja, grote pannen, dus ja. Daar konden met 10 man gegeten worden. Ja. Dan was er rijst en dan werden er chapatties gebakken, die platte pannenkoekjes. Ja, en jij was ging feest? Nou, dat was heel ja. Dat was heel gezellig hoor. Ja. Dat was niet, dat ging, ja, dat was natuurlijk voor ons heel bijzonder. Want midden in de oorlog echte Engelse thee drinken. Toen mijn moeder ziek was, toen kwam een van die Britse Indiërs naar je in. Die kwam met een grote tinnen bloemenvaas aanlopen vol met sterke thee voor mijn moeder. Dat deed hij een paar dagen achter elkaar, omdat ze de koorts over was. Dat waren toch leuke dingen. En ik vond dat, ja, dat vonden wij, dat is toch een soort verbroedering. Dat hadden we met die Duitsers helemaal niet. Nee. Wij hebben dus echt ook de indruk dat die onderofficieren en officieren, dat waren dus inderdaad voor een groot gedeelte geen Britse Indiërs, maar dat waren Duitse militairen. En de manier waarop ze met hun omgingen, daar konden we heel duidelijk uit merken dat het niet een kwestie van gelijkwaardigheid was. En ik heb u al verteld dat wij gingen een enkele keer gingen we naar het barakkenkamp, daar bij de Slufter. En als we daar dan binnen waren, dan hadden die Duitsers hadden kennelijk gezien dat er fietsen aan de buitenkant stonden. En dan probeerden ze te achterhalen waar en wie. En toen kwam er ook eentje, kwam er dus schreeuwend, kwam hij de barak in. En die Britse Indiërs die drukten ons meteen onder een van de kribben. En toen er zo'n onderofficier binnenstapte, toen dromden ze meteen met een man of 20 om hem heen. Zodanig dat ze die 3 jongelui die op die Brit zaten, die konden ze niet zien. Dus de verhouding daardoor was voor ons duidelijk dat het nou niet zo'n bijzonder collegiale en vriendschappelijke verhouding was. Nou, maar er werd naar de Engelse radio geluisterd, dat deed iedereen natuurlijk. En je wist of hoeverre dat Rommel verslagen was. En je wist dat ze in Italië geland waren. En je wist wat er van Stalingrad. En die plaatsen en dat veranderen van die frontlijn, dat volgden ze dus. Dat wilden ze graag weten hoe ver dat was. En ze kwamen van tijd tot tijd kwamen ze dus vragen of wij dus ook nieuws hadden. En dan kwamen ze boven. En wij waren ook helemaal niet bang voor verraad of wat dan ook. Dat ze zouden zeggen, ja, je hebt een radio. Dat is nooit bij ons opgekomen. Nee. Want ze waren gewoon, ja, ze stonden eigenlijk helemaal aan onze kant. Want ze dachten helemaal niet aan dat vrije Indië. Nee. Ze dachten aan hun eigen bevrijding. En ik denk dat ze dat alleen maar te verwachten hadden, dat als de Engelsen en de Amerikanen en de Canadezen en de Russen de Duitsers verslagen hadden, dat zou voor hun ook het einde betekenen. En dan konden ze terug naar huis. Als een van de weinigen sprak Huug Snoek, verzetsman en illegaal doodgraver, met de Indiërs over hun verleden in het Engelse leger. In de Noord-Afrikaanse woestijn werden ze 's nachts ingezet tegen de bondgenoot van de Duitsers, de Italianen. Waren uiteindelijk soldaten goed voor de nachtdienst.
Als sluip, nou moordenaars, ja wat is het? Is, kijk, opdracht misschien van de Engelsen of wat daar. Vannacht moet je weer aan de gang. Dus ze krijgen van de Engelsen opdracht om ja, Italianen uit te schakelen s'nachts? Het was Engels. Ja. En verder? Nou ja, en dan wat ik ervan begreep heb, om bewijs te geven dat ze er weer afgemaakt hadden, snijden ze de linkeroor af van de die ze dan vermoord hebben, laat ik het dan zo zeggen. Ja, en dan kan je dat. Deze guerrilla-technieken pasten de soldaten ook toe om hun karige Duitse voedselrantsoenen aan te vullen. Regelmatig gaan ze op strooptocht. Ze schieten konijnen, maar ook de beschermde lepelaarkolonie op het eiland trekt hun aandacht. Ze zijn ook op een keer zijn ze die lepelaarkolonie binnengedrongen, want daar wachtte vet buit. Wat deden ze dan? Bijna volgroeide lepelaarjongen. Die hebben ze er toen een aantal van geoogst. En daar zaten ze op het land lepelaars te slachten. In hapklare brokjes. En het was heel moeilijk om ze te vertellen dat het eigenlijk niet kon. Er stond aan het begin wel een bord dat het natuurschutzgebied was, maar zij lazen dat Duits natuurlijk niet. Ha, ja, mooie vraag of ze goede soldaten waren. Nee, dat idee dat had ik niet, nee. Nee, ik dacht dat ze dus goede stropers waren, want ze gingen dus wel de sluft erin en dan kwamen ze met konijnen terug, maar voor de rest waren het hele simpele en eenvoudige vriendelijke mensen dus. Dat voel je misschien wel intuïtief, voel je dat aan, hè? Dat er dus eigenlijk in feite weinig aan militair elan in die lui zit. Het waren, voor ons gevoel waren het toch wel wat ontheemde figuren, helemaal niet op hun plek, daar zo ver in zo'n koud kikkerland en zo. Dus we hadden echt het idee, die horen hier eigenlijk niet en dat zijn min of meer ook slachtoffers. Bij hun aankomst op Texel wint de nieuwsgierigheid van de bevolking het van de argwaan. In Zandvoort worden de legionairs een stuk grimmiger ontvangen. De aantrekkingskracht van de soldaten op de vrouwen was de NSB-burgemeester ter oren gekomen. En uit angst voor ongewenste rassenschande nam hij dan ook een drastische maatregel. Op de dag van aankomst hing Zandvoort vol met affiches. Het is in de gemeente Zandvoort verboden dat vrouwen en meisjes omgang hebben, zich ophouden, zich inlaten of contact zoeken met inlandse, niet-Germaanse militairen. Overtreding van dit verbod wordt zeer streng gestraft. Nou, hier in dit kostverloren park, wat je hier zo ziet. En daar zaten die Britse Indiërs in. Daar zaten die Britse Indiërs in. En ook in dat gebouw, de Amsterdamse vakantiekolonie, die hier op aansluit. Daar kwamen natuurlijk een hele hoop vrouwen, die hadden een hele aantrekkingskracht op deze mannen. Want dat was op een gegeven moment, nou het liep wel een beetje uit de voeg. Want ze kwamen dan langs het spoor, wat je daar ziet. En er kwamen een groot aantal vrouwen uit Haarlem en Amsterdam. We kwamen van alle streken vandaan. Er waren natuurlijk ook Zandvoortse vrouwen bij. Maar uit Haarlem en ik geloof zelfs uit Rotterdam kwamen ze. Dat was gigantisch. Daar hebben ze toen wel proberen dat in te dammen, want dat liep natuurlijk fout. Er zijn inderdaad Zandvoortse meisjes met die lui. We hebben een liefdesrelatie gehad, ja. En ik geloof zelfs dat er ook nog eens een klein Indisch jongetje geboren is of meisje, dat weet ik ook niet precies, ja. Hoe werd erop gereageerd in Zandvoort? Ja, ik denk heel verschillend. Ik denk dat men het toch niet zo leuk vond, ik weet het niet. Uit een naoorlogsrapport blijkt dat ruim 70 vrouwen en meisjes zijn gearresteerd in het voorjaar van 43. Waarbij de jongsten pas 14 jaar zijn. Een verklaring voor deze enorme aantrekkingskracht kan zijn dat de jeugdige Indië-fans in bijna iedere Indiër iemand van prinselijke bloede zien. Terwijl het volgens het rapport slechts een partijtje geslachtszieke overlopers was, die bovendien verkrachtingen pleegden. Ze hadden lekkere spulletjes en dat lokten ze, die grietjes mee naar Zandvoort, die bunkers in. Nou, en als ze daarin kwamen, dan was het niet best voor ze. Vertelt u? Nou, qua seksualiteit natuurlijk, ze werden gewoon verkracht. Ik heb er eentje gekend, een kennis, die is helemaal gek geworden daar. Wat is er met haar gebeurd? Nou ja, verkracht. En die is er nooit meer goed van gekomen. Die is echt in vogelzang en overal terecht, of in Merenberg toen, terechtgekomen.
Langs de Noordzeekust wordt tijdens de oorlogsjaren dagelijks gepatrouilleerd. Op zoek naar mijnen en aangespoelde lichamen. Op 18 augustus 1943 vindt er op het Zandvoortse strand een verschrikkelijk ongeluk plaats. Bij de explosie vonden twee Zandvoorters, één Duitser en vijf Brits-Indiërs de dood. Op dit punt is het gebeurd, hier. Dit gedeelte. Er stonden hier palen langs de kust met pannenkoekmijnen daarop. En die waren door de Duitsers neergezet om een eventuele invasie tegen te gaan. Door de geallieerden. Door een grote storm waren die er afgeslagen. En van gemeentewegen heeft men toen verschillende werkmensen gecharterd. Met twee Belgische paarden en een wagen erachter. En ongeveer 8 of 10 Brits-Indiërs die moesten daarmee helpen. Enfin, er werden verschillende mijnen werden er opgeladen op de kar. Maar men vond en passant een Engelse vliegtuigbom langs de kust. Die was aangespoeld. Men heeft die ook op de kar geladen. Maar men wist niet dat dat ding kon ontploffen. Men is met de kar, met paarden, is men hier naartoe gereden. Zo. En dit is de opgang. Dit was de opgang. Want dit was een teluut naar boven de Kerkstraat. En men zat te morren en te rommelen om die kar door een bepaalde omheining te krijgen. En het ene wiel dat kwam tegen een paal aan. De wagen kantelde. En de hele Santome kraan die viel eraf. En kwam tot een enorme ploffing. Er is net voor die tijd is er een foto gemaakt van de voorbereiding van het ophalen van de mijnen. Wat is er verder gebeurd met die lichamen? Weet u dat? Ze zijn begraven, maar ik weet verder weet ik daar niets van. Ik weet wel, toen ze weggingen, toen zei een van die Brits-Indische soldaten, waar ik nogal veel contact mee had, die zei, Hemchandor heette hij, geloof ik, die zei tegen mij, zodra we dus weer aan het front komen, dan steken we onze handen weer omhoog, want we vechten. We wilden niet voor de Engelsen vechten, maar voor de Duitsers helemaal niet. Dat was plotseling was dat afgelopen. Ineens waren de Zwitsers gingen met de trein weg. Ik geloof zelfs nog dat er was één firma die had nog wat kratte bier daar neergezet. En die namen ze ook maar mee. Maar die moesten naar een andere bestemming toe. En toen waren ze voetzie. Ze wisten wel dat ze hier niet lang zouden zijn. Dat wisten ze. Maar dat het zo vlug ging, ja, dat is een legerorder. Nu ben je er en morgen ben je weg. Why did they leave Zandvoort and Texel? That is a good question. I haven't found any official explanation for this. But I have got from our battalion doctor that the medical situation was deteriorating. You know, the climate is maritime, a lot of rain, etc. And the health situation was not so good for these people. Of course, there were Indians. They got ill. They got ill, yes. And then it was thought that southern France, where the climate was very much better, would suit him better. And therefore, the transfer was then ordered. That is what I have heard. But may also be that, as you say, the contact to the population was too close. In september 1943 vertrekken de soldaten uit Nederland. Plaats van bestemming, de Zuid-Franse kust. Slechts af en toe komen ze in gevechtssituaties terecht. En het legioen geeft zich in mei 1945 over aan de geallieerden. De droom is voorbij. Yes, the dream was over and then we were repatriated to India by ship from Liverpool in end of 45, September 45. Yeah. Again we were interned in Bombay and then here about 30 kilometers from here, the name is Bahadurgarh. 6 months we were here. Finally we were released in 46, April 46. You asked me what was the Indian Legion worth military speaking, of course. In the whole war theater, nil.
But the Germans, first of all, treated this as a good publicity for against the British, and in my opinion, were in this enormous adventure of the war. Were very many separate little niches and contingents. This was quite simply a way by the German staff concerned and by the Foreign Office people to survive the war. De leiders van het legioen worden berecht tijdens het Rode Fort-proces in New Delhi. Boze is er dan al niet meer bij. Omgekomen bij een vliegtuigongeluk en met hem sterft het legioen. De legionairs hebben gegokt en verloren. Azad Hind, Vrij India. De onafhankelijkheid komt in 1947, zonder dat het legioen daarvoor de gedroomde roem krijgt. De verbittering is na meer dan een halve eeuw nog steeds voelbaar. Fighting for the freedom of a country is the birthright of every human being. And the British agreed to that. So they released us. Without any reward, without any money, without anything. They just sent us back to our homes with the third class railway ticket and the three clothes we were wearing.